Hi allemaal, we hebben vandaag iets heel erg stofs wat we aan jullie gaan laten zien en wat we ook voor het eerst gaan ontdekken. En dat is namelijk een nieuwe beauty collectie van Primark. Het is de Prism collectie en dat zijn allemaal make-up producten in pastelkleurtjes met glitters, holographic dingetjes en zo. Gewoon de hele shabam! En we zijn super benieuwd om die te gaan ontdekken samen met jullie. We hebben hem gekregen in een super mooie box, dus we gaan even kijken wat er allemaal in zit. En in deze video gaan we ze dus uitproberen. En we gaan er gelijk ook een leuke festival look mee maken. Echt een pastel festival look. Die je dus daar naartoe kan dragen. Of naar je eigen feestje. Wat dan ook waar je naartoe gaat. Laten we hem openmaken. Zoals je ziet is het een lekkere zilveren holographic doos. Nou, dit zit er allemaal in de Prism collectie. Als eerste Prism Holographic Eyeshadow. Deze kost 4 euro en het zijn dus 5 kleuren oogschaduw. En het is een collectie van zowel donkere als hele lichtere kleuren. Het zijn vooral wat koelere kleuren, dat wel. Een beetje met wat paars tinten. Het volgende item zijn deze hair crayons. Of dat heet de Mermaid Hair Don't Care. En het zijn er 3. Je krijgt een mooie turquoise kleur, een roze en een paarse. Dan hebben we hier Glitter Fix, de Face Art Kit. En deze is 4 euro. Dit is een glue voor op je huid. En dan met 3 soorten glitters. Volgende item zijn deze Rainbow Tears. Het zijn face gems. Het zijn van die steentjes die je op je gezicht kan plakken. Of onder je oog met name. En deze zijn 2 euro. Mermaid Hair. Dit is Hair Glitter Kit. Of een Hair Glitter Kit. En dit zijn dus glitters voor op je haren. Dus we gaan echt shinen straks. Dit zijn de Shimmer Sticks. Dit zijn van die, eigenlijk lijken het net mini lipstickjes, maar zijn bedoeld voor op je gezicht. En deze heb je in een aantal verschillende kleuren en kosten 4 euro. Lip Gloss. Deze kost 2 euro en we hebben 2 verschillende soorten. Ik heb hier de Silver Eyes Holographic Lip Gloss. En ik heb hier de Candy Floss Pink en dit is een Shimmer Lip Gloss. Glitter Obsessed Glitter Oogcreme. Glitter Eye Cream. Dus een romige oogschaduw. Hier zijn we allebei echt super excited naar. Ja, het is echt een mega palet. Heel groot, heel erg glitterig. En allemaal verschillende kleuren. Dus je kan er ook heel veel kanten mee uit. Dit is de Holographic Highlighter Stick. Het is echt een knoepert van een ding. Hij is 5 euro. En deze kun je op zowel je gezicht als op je lichaam aanbrengen. Dan hebben we hier een Metallic Lipstick Set. En dit is een setje van 4 mini lipsticks. Inderdaad metallic. Er zit ook zilver bij en blauw en roze en nog een iets paarsere. En deze is ongeveer 4 euro. En dan hebben we hier nog een lipstick. Dit is de Pixie Kisses. En deze heeft een hele mooie roze kleur. Is ook holographic. En deze is rond 1,50. En als laatste zat er in de doos 2 eyeliners. Ze heten Sparkle Eyes. En het zijn glitter liquid liners in blauw en in zilver. Nou, dat waren alle producten uit de box. En dan gaan we ze nu natuurlijk eventjes allemaal openmaken en proberen en kijken wat voor pigment het heeft en hoe het eruit ziet. En dan gaan we er tegelijk ook een leuke pastel festival look meemaken. Kijken hoe alles uitpakt. Ik ga beginnen met de Holographic Eyeshadow. En ik zie daar zowel donkere kleurtjes als wat lichtere. Maar ik ga eerst eventjes voor zo'n heel licht kleurtje. En die vind ik altijd wel heel erg mooi. Over het hele ooglid. En die kan ik als een soort van basis gebruiken tegelijk. Ik zal nog even laten zien hoe die oogschaduwen eruit zien als een swatch. Wow! Deze swatch, joh! Dat is echt mega goed. Dit is de zwarte kleur. Dat is echt veel beter dan ik had verwacht. Ja, dat is echt wel gitzwart. En zie je de glitters? Ja, glitters zie ik dus iets minder. Een beetje weg. Dus maar dan kan je dus wel lekker gewoon een goede smoky look mee maken. Zo, het is echt, echt extreem goed. Dan hebben we hier de zilveren. Ik denk dat die iets minder is. Oh, wauw. Dat was wel verrassend. Zo. En dan hebben we hier de witte. Die heeft Larissa op dit moment op haar ogen zitten. Ja. En daar zit dus een blauwe kleur in. Ja, die is echt best wel cool. Oh ja, die heeft inderdaad zo. Wauw, die is echt vallend. Ja, dat zag ik al op mijn oogleden. Maar diegene, even kijken hoor. Dan heb ik hier de lila. En de lila heeft een beetje een blauwe glans. Kijk, die is wat minder. Die is voornamelijk glans, denk ik. Voelt en die vond ik namelijk aan. Ook wat minder pigmenten hebben. Die is voornamelijk shimmer. Je ziet hem niet zo heel goed terug, maar het is wel een soort van warme kleur die toch een klein beetje soort van roze shimmer geeft. Ik ga denk ik vandaag een beetje voor zo'n hele coole pastelpaarse, roze, klein beetje blauwe look. Dus echt iets wat ik normaal niet wat zou zeg doen. Je nou allemaal? Paars en blauw? Paars, blauw en roze. Gewoon alles? Ja. Ik heb nu een beetje grijs gedaan en een beetje licht. Dus dit is gewoon lekker lichte basis, want ik ga er nog wat overheen doen. Want ik ben heel erg excited
over het Glitter Obsessed Glitter Eye Cream Palet. Het is echt een gigantisch palet met alle kleuren van de regenboog. En sommige hebben zelfs echt een holographic glitter. Dus echt met zilver met alle regenbogen glitters in. Ik kan gewoon bijna niet kiezen. Voordat we beginnen gaan we er even een paar voor jullie swatchen. Niet allemaal, het zijn er echt heel veel. Ik kan me voorstellen dat jullie echt super benieuwd zijn naar deze kwaliteit. Want het is natuurlijk een glitter eye cream. Dus ik verwacht, oh ja, kijk, het is wel, het voelt een beetje als een gel met wat glitters erin. Dus dat is niet heel erg dekkend. Het is echt voornamelijk. Dus dat kan je gewoon een beetje stippen, misschien drukkend aanbrengen of zo. Het is zeg maar, het voelt een beetje aan als een gel en er zitten dan glitters in. Dus dit is de holographic glitter. Oeh, die zie je al wat duidelijker. Galetta. Goud. Het voelt wel echt super lekker aan op je hand. Zeg maar best wel creamy. Het is heel creamy, hè. Daarom heet het ook een cream eyeshadow. Of is de blauwe. Het zijn wel echt hele duidelijke glitters. Zo. Maar het is zeg maar wel echt, het is wel echt meer een gel met glitters. Ik moet even kijken hoe die gaan aanbrengen, het beste. Even kijken. Ik zit nog een beetje te twijfelen. Maar ik denk dat ik dus voor de roze glitters ga. En ik pak nu even een iets ander kleurtje. En ik ga eventjes goed inschroeven. Oké, ik wilde mijn oog eventjes iets donkerder opmaken. En dan kijken of die glitters echt zouden poppen. Maar ik ben wel extreem gegaan meteen. Omdat hij zoveel pigment heeft, die zwarte. Ik heb gewoon een beetje zo de glitters hier erop gedept. En ik laat ze een beetje zo naar boven gaan. Oh, wat ik wel heel chill vind, is je kan ze nog wel best wel makkelijk uitspreiden. Dus ik spreid ze zo een beetje hier naar de zijkant uit. Oh ja, zo. Hé, hey, je hebt het ook al over je gezicht gedaan. Ik ga hier nu een beetje goud. We gaan een beetje paarsjes aanbrengen. Oeh, deze is mooi hoor. Dit is een soort van turquoise kleur. Kijk. Oh, wauw. Die is echt super nice. Oh, wauw. Check deze. Nice. Oeh, die past ook. Dit is echt een doorzichtige glitter. Maar de shine is zeg maar een beetje zoals de achtergrond. Een beetje zo roze, een beetje blauw. Ja. Een echte... Ik vind dit vooral heel mooi. Kijk, je ziet hem vet goed. Kijk, we hebben hier dus de highlighter. En deze is dus echt blauw. Zo, oké, wacht even. Misschien moet ik het iets minder gebruiken op de andere. Oké, de dikke streep was iets te enthousiast. En die onderste is één streepje en een beetje vervaagd. Dus het is wel echt bijna glow in the dark. Ja, deze is wel echt holographic, want ik zie wel echt alle kleuren erin. Dus ik denk dat ik hem gewoon zo ga aanbrengen. Ja, je gaat er gewoon voor. Ga er gewoon voor. Zie, als je het niet te hard drukt, dan lukt het wel. Dus ik wil gewoon een mooie zo streep. En dan ga ik hem denk ik eventjes uitblenden gewoon met mijn vingers. En dat hoort natuurlijk wel echt bij die trend. Maar het is wel natuurlijk wat lastiger voor everyday. Omdat hij een coole toon heeft. Ja, maar kijk maar. Ik heb hem helemaal uitgeblend. En nu zie je het veel subtieler zitten. En dan hebben we hier de shimmer sticks. Die kan je in principe over je hele gezicht aanbrengen. De camera viel heel eventjes uit midden in mijn zin. Wat ik wilde zeggen is dat... Ja, deze face sticks over je hele gezicht kunt doen. Maar je kunt hem ook alleen aanbrengen als highlighter. Dat is wel heel erg mooi en subtiel. En wat we ondertussen hebben gedaan is, omdat de eye cream een klein beetje plakte, hebben we hem even gezet met poeder, zodat het ook beter blijft zitten. Ja. En daarom heb ik nu ineens super blauwe ogen. Ja, en op mijn oog heb ik nog even wat extra van die witte kleur aangebracht. Dus dat popt nu echt lekker. Ja, dus nu is het wel heel mooi. Nu heb ik op mijn ogen echt zo'n lichte paarsachtige kleur. En daarboven is het wat meer roze. Die blend ik nu wel heel mooi in elkaar over. Het volgende product die we gaan testen is de eyeliner. Yes. Ik ga denk ik voor de lichte kleur. Ja, deze holographic. Ja. Zoals jullie vast wel weten ben ik wel heel erg gek op een zwarte eyeliner. Dus die ga ik eerst eventjes zelf nog aanbrengen. En daarbovenop ga ik straks de witte als een accent eyeliner aanbrengen. Ik doe nu gewoon eigenlijk een hele simpele cat wing. Cat eye bedoel ik. Cat wing? Ik heb echt geen idee wat ik zeg. Ja, kijk, ik heb nu gewoon een hele simpele normale wing eyeliner. En ik ga hem aan met deze. Dit is de zilveren kleur. Daar ga ik eventjes het lijntje erboven. Ja, ga ik eigenlijk de zwarte liner volgen. Ik heb ook nog eventjes met een wat smaller kwastje wat meer zwart en de zilveren kleur onder mijn ogen aangebracht. Zodat ik het net wat meer, zeg maar, gelijk kan trekken. Dan wil ik nu verder gaan met de Mermaid Hair. Dit is zeg maar een glitter kit voor je haar. En het leek mij wel heel erg leuk, of jullie kennen het waarschijnlijk al van Tumblr en zo, om dan mijn haar in twee knotjes te doen en dan die haar aanzet lekker glitterig te maken. En ik heb hier de Glitter Fix. Dit is dus de Face Art Kit. Want ik vind dat ik nog wel even een beetje wat roze en wat glitter mis. Dus ik ga vooral denk ik eventjes concentreren op de roze glitters die in dit kitje zitten. En dan ga ik dat hieronder aanbrengen. Ik zet gewoon even wat stipjes. En ja, ik heb echt geen idee. Zou ik dit gewoon zo aanbrengen? Het lijkt net zo van glittersproeten. Oh, het zit wel gelijk vast ook. Net alsof ik rechtstreeks uit de Spice Girls kom van vroeger.
Oké, ik heb hier dus de glitter kits. Ik doe echt even zo'n lijntje naar beneden en dan wrijf ik het uit naar de buitenkant. Want het is zeg maar het leukste als je dus echt bij de scheiding de meeste zeg maar aanzet glitters hebt. En dan wordt het zeg maar een beetje wat minder. Oh ja, voordat jullie denken dat mijn haar zo blijft, nee. Want ik heb een beetje wat krullen in mijn haar. Het leek me in mijn haar wel leuk om deze Mermaid Hair Crayons te gebruiken. Omdat ik dus echt een beetje van die waves heb. En die kunnen we dan lekker een kleurtje geven. Het lijkt me ook wel heel erg leuk om alle drie de kleurtjes in mijn haar te gaan doen. Want ik heb eenmaal heel veel haar. Dus dat moet vast wel lukken. Terwijl je haar best wel donker is, zie ik de kleur best wel goed. Zo, daar is die. Oh, we hebben vrolijk het puntje afgebroken. Maar we kunnen hem ook in onze vingers houden. En dan op die manier de rest doen. Wel benieuwd, hebben jullie wel eens een kleurtje in jullie haar gedaan? Hebben jullie dat dan gedaan met haarkrijt? Of met, wat heb je nog meer? Sprays. Krepapier. Of gewoon haarverf natuurlijk. Nou, in de tussentijd hebben we wat glitter gebracht. Ik heb net als Larissa nu glittersproetjes. En ik heb ook de Rainbow Tears opgeplakt. Larissa trouwens ook. Ja, ik heb hem hierboven heb ik een hele mooie rand zitten. En ik hierboven en hieronder. En ze zaten trouwens allemaal los. Je kan ze gewoon op elke manier opplakken die je zelf wilt. Ja, dus dat is wel heel erg chill. Kan je gewoon je eigen creaties bedenken. Ja, en ze blijven ook heel erg goed zitten. Dus dat is wel heel erg chill. Ik ga nu over naar de lippen. En dat is dan meteen het einde van deze look. We zijn bijna klaar. Ik ga voor de metallic lipstick. En dan in zilver. Om het echt lekker Mermaid Galaxy te maken. Ja, en ik ga voor deze roze lipstick. Want die leek me wel heel erg mooi passen bij de rest van de roze vibe die ik heb. Hij is eigenlijk precies de kleur zoals op de huls. Het is wel echt meteen, de look maakt het wel echt meteen af. Oh ja, ik vind het wel echt super gaaf bij die knotjes passen. Ja, dus ik kan hem zo dragen. Maar ik heb natuurlijk ook nog de Candy Floss Pink. En dat is ook nog een mooie lipgloss misschien voor de overheen. Zodat ik net wat meer, ja, gloss heb. Ik ga de ice, of de silver ice nemen. Want die past natuurlijk bij zilver. Nou, we zijn klaar. Nou, dit zijn dus de looks. Ik ben meer een soort van space zeemermin. En Larissa is meer een soort van sweet little unicorn. Ik ben heel erg benieuwd welke van deze twee looks jij het allerleukste vindt. En ook welke jij het, ja, eigenlijk durft te rocken. Het zijn best wel opvallende looks. Maar het is gewoon heel erg leuk om je gewoon op deze manier net wat feestelijker te maken. Wat aangekleder. En ik vind dat het ook gewoon wel mag op festivals. We mogen gewoon net iets meer uitbundiger zijn dan normaal. Ik vond het echt super leuk om deze beauty collectie van Primark uit te proberen. Want het zijn toch wel echt producten die misschien normaal iets eerder iets hebben van ik weet niet zeker of het niet is. Aandurven. Waar ga ik het voor gebruiken? Maar ik denk dat we wel echt hebben kunnen zien dat deze producten super fun zijn om mee te spelen. En ik denk dat van alle producten, ik vond ze allemaal super leuk. Was ik heel erg verrast eigenlijk over de Prism Holographic Eyeshadow. Omdat het pigment super goed is. Vooral die zwarte was echt intens. Ja, die was echt intens. Gewoon bijna zo van wow, ik ga te ver. Mijn favoriet is denk ik toch wel deze Face Art kit met de drie kleuren glitters. Want ik vond het wel heel erg leuk om echt van die glittersproetjes op te plakken. Zoals je kan zien hebben we dat beide ook gedaan. En je kan natuurlijk ook overal op andere plekjes aanbrengen. Maar die werkt wel echt heel erg goed. Want deze glitters, die zitten vast. Ja, die gaan nergens mee heen. Nou, momenteel ligt deze collectie in de winkels. Dus als je geïnteresseerd bent om lekker out of control te gaan op een festival. Of out of control. Uitbundig te gaan op een festival. Dan zou ik zeggen, ren even naar de winkel. Want het zijn ook allemaal budgetprijsjes. Dus het is echt super leuk om er gewoon even mee te spelen. Dus we willen jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Geef me vooral een duimpje omhoog. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op ons kanaal. We gaan zeker weten die 100.000 binnenkort halen. En we hopen dat jullie erbij zijn. Super bedankt als je al hebt geabonneerd. En dan zien we jullie heel snel weer in de volgende video. Doei!